Goedemorgen, broeders en zusters. Morgen wil ik met jullie hebben over de voetwassing. Dat lezen we in Johannes 13. Je mag alvast gaan opzoeken. Johannes 13 wil ik gaan lezen vanaf vers Johannes 13, vanaf vers 1 tot vers 20. Johannes 13 vanaf vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen, die in de wereld waren, en die hij lief gehad had tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd en legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, heb u ook geen deel aan mij. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij: U bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat ik u gedaan heb? U noemt mij meester en heren. En u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant is niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb, maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt, die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Een stukje over de voetwassing. En voor mij persoonlijk nam ik, als ik het stuk las, dan nam ik het gewoon ter kennisgeving aan van de geschiedenis die er gebeurd was. En bepaalde gedachten van dienstbaarheid kwam er wel in me op, maar verder niet echt een diepere waarde of zo die ik daar dan direct bij had. Maar de vorige keer toen heb ik gesproken over Lazarus, over dat Lazarus was gestorven en weer is opgewekt door de Heer Jezus. En dat Jezus daarin vlak voordat hij zou sterven nog een belangrijke les meegaf aan zijn discipelen, maar ook aan vele andere mensen, dat Jezus de opstanding is en het leven. En zo zien we eigenlijk in dit gedeelte van Johannes, eigenlijk natuurlijk in alle evangeliën, maar de aanloop naar het sterven van Jezus toe, gebeuren er allemaal dingen waarin de Heer Jezus heel graag de discipelen nog wil toerusten.
de waardevolle zaken wil meegeven vlak voordat hij het niet meer kan, vlak voordat hij gaat sterven. En zo in deze opstapeling van geschiedenissen vinden we ook deze geschiedenis, de voetwassing. En voor deze voetwassing is het die dag ervoor of 's morgens hebben we de intocht van Jeruzalem. Dat de Heer Jezus dan op een ezelin wordt gezet. En veel mensen die komen daarbij en die worden helemaal enthousiast. En die denken, Jezus gaat letterlijk nu Jeruzalem innemen. En mensen gaan met palmtakken in de lucht zwaaien. Er worden kleden op de grond gelegd, zodat hij als een nieuwe koning onthaald wordt in Jeruzalem. Dus met grote eer en waardigheid wordt hij binnengehaald. En dan, daarna hebben ze dus de paasmaaltijd. Twee discipelen worden al vooruitgestuurd. Maar we zien hier dat de Heer Jezus heel veel waarde hecht aan deze geschiedenis. Gewoon door een alledaagse geschiedenis. Je zou kunnen zeggen, nou, de Heer Jezus die gaat gewoon bij de maaltijd zitten. Die neemt zijn discipelen apart en die gaat mondeling even doornemen wat alle belangrijke lessen zijn. Maar Jezus laat het gewoon gebeuren. Door gewoon een praktisch voorbeeld. Wat daar gebeurt. Zit er zo'n waardevolle les aan. Die de discipelen niet meer zullen vergeten. Nou, als er dan die intocht van Jeruzalem is geweest. Dan worden twee discipelen vooruitgestuurd. Om het Pesach of het Pascha maaltijd voor te bereiden. En dat is het feest waarin gedacht wordt. Uit de uittocht van Egypte. Van bevrijding. Dat is de gedachte van het Pesach, de bevrijding van slavernij, bevrijding. En hierbij wordt een maaltijd gehouden waarin een lam geslacht wordt. Ook de overeenkomst dan met uiteindelijk Christus. En uiteindelijk ook na deze voetwassing lezen we dus de geschiedenis van het avondmaal, waarin Jezus dus het avondmaal instelt. Ook zo'n belangrijk item wat de Heer Jezus vlak voordat hij sterft nog meegeeft. En ook met de gedachte dat we vanavond avondmaal hebben. Dat we weten dat Jezus heel goed wist dat hij bijna ging vertrekken. Hij had nog na deze instelling van avondmaal gaan ze naar de hof van Gethsemane, wordt hij gevangen genomen. Het zijn de laatste belangrijke dingen. Nou, als je weet dat je gaat sterven, dan zijn het hele waardevolle dingen die je wil meegeven aan je nageslacht, aan je kinderen. Dan denk je goed over na, misschien heb je ze al op papier gezet. En dan zijn het de belangrijke zaken die je nog wil meegeven. Nou, zo moet je dat ook bij Jezus zien. Die wist dat hij ging sterven. Zijn discipelen hadden daar nog geen idee van. Maar hele belangrijke dingen geeft hij hier mee. En waaronder deze misschien onbenullige geschiedenis, hoe ik hem eerst las, de voetwassing. Terwijl er zo'n diepgang in zit. En ook dus het avondmaal. De waarde die Jezus daar dus aan hecht. Nou, dat lezen we dus ook in vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Dus hij wist dat zijn uren gekomen was en dat hij over zou gaan naar de Vader. Jezus had dat heel helder. En vers 2, daar lezen we dat Jezus nog wist dat de verrader in hen midden was. Hij wist dat de verrader Judas hem zou verraden. En toch geneert hij zich niet voor degene die in het midden is die hem zou verraden. Voor zijn daad die hij dadelijk gaat doen, daarin voelt hij zich niet bezwaard dat er iemand in het midden is die hem niet lief heeft. Iemand die voornemens is om hem te verraden, die hem liever dood wenst op dat moment. Hij geneert zich daar niet voor, hij schaamt zich daar niet voor, hij houdt niet een pas in en gaat, Judas, ga jij maar alvast weg. Hij laat het hem gewoon meemaken. En dat is ook een les voor ons. Misschien als wij ons vrijmoedig uitspreken in een publiek, dan hebben we het liefst allemaal medestanders tot wie we spreken. Maar ja, de Heer Jezus maakt er geen onderscheid in en die laat het gewoon in ieder het horen die het horen wil. Maar dan moet je je voorstellen dat Jezus net door een enorme grote groep met mensen verwelkomd is, als hij afdaalt vanaf die berg. Allemaal mensen die hem toejuichen en Hosanna zingen. En met palmtakken in de lucht wuiven. Zo'n grote eer wordt Jezus toegebracht. En de discipelen weten ook dat Jezus een bijzondere man is. Ze hebben lange tijd met hem gewandeld en wonderen en tekenen gezien. En van alles meegemaakt. En toch begrijpen ze nog niet helemaal wat er gaat gebeuren.
Maar ze weten wel dat er hangt een bepaalde lading in de lucht. Ze weten dat er iets gaat gebeuren. En ze hebben heel goed duidelijk dat Jezus Christus, Jezus, de Zoon van God is. En zo komen ze dan, na die intocht, komen ze dan de ruimte binnen waar ze de maaltijd met elkaar zullen gaan gebruiken. En iets wat heel gebruikelijk was in die tijd, is dat er een dienstknecht of een slaaf bij de ingang van de zaal was die de voeten zou gaan wassen. Maar die was er niet. De slaaf of dienstknecht was er niet. En de discipelen die kijken elkaar zo aan, van ja, wie gaat nu onze voeten wassen? Ze hadden allemaal door dat het nog moest gebeuren. En je voelt het aan, ze staan er met een hele groep bij elkaar, met 12 discipelen, en ze kijken elkaar aan van, nou, zou die het misschien gaan doen, zou die het misschien gaan doen? Maar allemaal houden ze in. Allemaal doen ze het niet. En we lezen uiteindelijk dat Jezus opstaat van de maaltijd. Daarom maken we op dat ze dus al zijn gaan aanliggen aan de maaltijd. Dus de discipelen die doen maar net alsof ze het niet begrijpen. Terwijl ze heel goed in hun hart weten dat het moet gebeuren, maar ze voelen zich te groot voor deze daad en ze gaan maar aanliggen. En allemaal willen ze bij voorkeur deze dienstbare taak, of misschien in hun ogen een vernederende taak, niet opnemen. En zonder dat ze hun voeten gaan wassen, gaan ze aanliggen. En wat hun dan verbaast, waar ze misschien wel van schrikken of van beschaamd worden, dan staat Jezus op van de maaltijd. En hij pakt de wasmiddelen en bukt zich bij hun voeten en gaat hun voeten wassen. Ook bij Judas, die hem zou gaan verraden. En deze les die de discipelen hier meekrijgen, die is niet in woorden te beschrijven. Dat kan je iemand in een monoloog vertellen. Jezus had de discipelen apart kunnen nemen en het kunnen vertellen. Maar wat ze hier meemaken en ervaren in hun hart, de schaamte die erop komt, dat blijft een les, hun leven bij, die les blijft in hun leven bij. De grote meester, diegene die op die ezelin verheerlijk werd als een koning, waarvan ze weten dat hij Gods zoon is, die zit nu geknield aan hun voeten en wast hun voeten schoon. En dat botst met hun eigen rechtvaardigheidsgevoel, met hun eigen begrip van gezag en hun eigen besef van een knecht of een dienstknecht. Dat kunnen ze niet rijmen. Gedachten van, dit kan ik toch beter doen? Of gedachten van, had ik het maar kunnen doen? Of had ik het zelf maar gedaan? Was ik zelf maar dienstbaar geweest? Allemaal gedachten die er bij hun opkomen. En de confrontatie met zichzelf, terwijl dat gebeurt. Dat ze zichzelf te goed vonden voor deze klus. Ze zijn misschien beschaamd over hun eigen belang of de hoge dunk die ze hadden van zichzelf. Als ze ervaren dat Jezus daar aan hun voeten zit, dat ze beseffen dat Jezus veel hoger in waarde is als hun. En dat ze eigenlijk erachter komen hoe innerlijk ze toch een hoge dunk van zichzelf ophouden, zichzelf groot willen houden. En hier laat Jezus heel duidelijk zien dat het niet uitmaakt wie je bent om dienend werkzaam te zijn. En juist is dat voor ons ook in deze tijd, in deze cultuur, een mooie les. Juist in deze cultuur waarin het gebruikelijk is dat je gaat studeren en dat je het maximale eruit haalt wat erin zit, dat je presteert naar die hoogste carrière, het hoogst mogelijke. En totdat in de maatschappij eigenlijk het stoom uit je oren komt en dat je dan overspannen thuis zit. Maar dat is de cultuur waarin je in wil leven. Presteren en zo hoog mogelijk worden. Zo groot mogelijk worden. En Jezus toont hier duidelijk aan hoe hoog je ook bent. Hoe groot je misschien ook bent. Al ben je Gods zoon. Het maakt niet uit wat voor job je doet. En Jezus vernedert zich hier om dienstbaar te zijn. En dat gaat dus in tegen deze tijdsgeest waarin we nu leven. Van ook solisme, van hoogmoed. Dat is de cultuur waarin we leven nu. En wat misschien alleen maar meer wordt. Vers 5. En daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen. Met een linnen doek die hij om zijn middel had.
Jezus doorbreekt heel deze gezagsgesteldheid, heel deze gradatie van dat je je op moet werken. Jezus doorbreekt dat, deze grootdoenerij. En ze beseffen allemaal dat Jezus de grootste is. En toch doet hij op dat moment het minste werk. Het werk wat aan de minste zou moeten komen. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Petrus, die het allemaal ziet gebeuren, en zo kwam Jezus bij Petrus. Dus er waren al een paar eren geweest die de voeten gewassen werden door Jezus. En zo kwam Jezus bij Petrus. En terwijl Jezus wil beginnen om Petrus zijn voeten te wassen, barst Petrus eigenlijk uit. Wilt u mij de voeten gaan wassen? Wilt u mij de voeten wassen? Petrus kan het niet verdragen dat zijn hoogmoed of zijn egoïsme naar zijn broeders toe, om zichzelf niet te vernederen ten opzichte van zijn broeders, dat daardoor Jezus zich zo moet vernederen. Hij kan het niet rijmen met zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel. En Jezus antwoordt en zegt tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Pas nadat Jezus gestorven en opgewekt is en dat de Heilige Geest is uitgestort, zal Petrus meer en meer gaan begrijpen wat die dienstbare houding is die Jezus daar aannam. En dan zal hij zelf ook die dienstbare houding gaan ervaren in zijn eigen hart door de Heilige Geest die dan in hem woont. En daarnaast is ook de voetwassing een symbool dat de discipelen schoongewassen werden. Jezus zegt hier: wat ik hier doe, dat begrijp je nu nog niet. Maar het is een symbool van reiniging. Een geestelijke reiniging, ook van het vuil van deze wereld. Dus praktisch worden de voeten gewassen en dadelijk komen we daar iets verder op, gaan we er iets verder op door. Maar het is ook een symbool dat ze geestelijk gereinigd worden. Dat ze gereinigd worden door het bloed van Jezus Christus. En dat het vuil, het stof, wat er aan hun voeten kleeft door hun gang, wandel over de aarde, dat afgewassen wordt door Jezus. En daarom is het juist zo uniek, zo bijzonder, dat Jezus hier nog dit symbool zelf meegeeft. Vers 8. En Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. In der eeuwigheid zult u mijn voeten niet wassen. Nou, los van wat Petrus hier zegt, is dit wel ook een les voor ons. Wij kunnen zo snel misschien wat enthousiaster uitflappen. Dit zal nooit gebeuren. Dit of dat zal ik nooit doen. Maar woorden hebben kracht. Woorden hebben een effect. Dus let op wat je in één keer uitspat. En wat hier ook gebeurt, Petrus die doet eigenlijk een felle reactie geven op hetgeen wat Jezus hem duidelijk wil maken. Op hetgeen wat daar gebeurt. De innerlijke iets wat hij niet kan rijmen, dat brengt hem zover dat hij eigenlijk zo fel reageert. Eigenlijk overschreeuwt hij de dienstbare houding van Jezus. Hij kan het voor zichzelf niet verkroppen dat Jezus zo dienstbaar is om zijn voeten te wassen. Dat rijm kan hij niet rijmen met zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel. En dat is ook misschien voor ons een les. Iets wat we kunnen leren in ons leven. Als ons goed wordt gedaan. Als ons een gunst wordt bewezen. Dat we daar ook dankbaar voor zijn. En dat is eigenlijk, deze voetwassing is ook een symbool van genade. Petrus kon die genade niet tot zich nemen. Hij wist er geen raad mee. Hij duwde het liever maar van zich af. In de eeuwigheid zult u mijn voeten niet wassen. Ik wil dat die gediend zou worden door Jezus Christus, dat kon hij niet verwerken. En juist dat is zo belangrijk om de genade die er beschikbaar is te aanvaarden. Genade is iets wat wij niet verdienen, maar dat we toch krijgen. Genade is iets wat je deel kreeg toen je tot geloof kwam. Maar ook elke keer als je weer terugkomt bij God, nadat je gezondigd hebt. Dat is genade die je dan ontvangt. En om open te staan voor genade, misschien ervaar je, weet je dat nog uit jezelf toen je tot geloof kwam, om te beseffen dat er iemand betaald had voor jouw zonde, om dat toe te eigenen in jouw hart, dat ervaarde als,
als een confrontatie, dat ervaarde als een drempel. Dat kon je niet rijmen met je eigen rechtvaardigheidsgevoel. En dat is waar Petrus hier ook mee te dealen heeft. En daarom is het zo mooi dat deze les nog voordat Christus gaat betalen al meegegeven wordt aan zijn discipelen. Maar je ervaart die drempel. En misschien ook nu in je eigen leven als je dingen hebt gedaan waar je niet blij van bent geworden en je gaat op je knieën bij de Heer en je ervaart daar weer zijn genade, zijn liefde. Je bent er dankbaar voor, maar ergens denk je ook, wow, Heer, ik heb dit helemaal niet verdiend. Dat is genade. Eigenlijk straf verdienen, maar juist liefde krijgen. En Jezus reageert erop. Petrus overschreeuwt het eigenlijk. Hij wil het wegduwen, dat aanbod van genade. Maar Jezus zegt heel kort, als ik u niet was, hebt u geen deel aan mij. Zie je dat het dus in lijn staat met die genade, het voorbeeld van die voetwassing. Als ik u niet was, als u mij niet toelaat om u te dienen, als u mij niet toelaat om u genade te geven, dan heb je geen deel aan mij. Als jij niet toelaat om Gods genade in je hart tot je te laten spreken, als jij zijn liefde niet toelaat in jouw binnenste, omdat het niet past met je eigen rechtvaardigheidsgevoel, omdat je beseft dat je zelf een zondaar bent, en daardoor maar liever zondaar bent als genade te ontvangen, dan heb je geen deel aan hem. Juist je overgeven, Heere, hier ben ik. En dat is juist die drempel waar Petrus ook zijn hoofd tegen stootte. Dat is ook iets wat Petrus niet kon verkroppen op dat moment. Maar waar Jezus hem hardhandig eigenlijk toe aanspoort. Als het dan niet zo is, dan heb je geen deel aan mij. De realiteit. En Petrus, enthousiast als dat hij is, die draait direct helemaal 180 graden om. Simon zegt tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Nou, zo zien we zijn onkunde eigenlijk van heel de situatie. Misschien ook zijn onbegrip, maar ook zijn enthousiasme. Maar hij wil dan volledig gewassen worden. Hij wil zeker deel hebben aan Jezus Christus. En ik vind het wel mooi dat de Heer juist zo iemand als discipel dadelijk een pilaar van de gemeente van Jeruzalem is, maar die zo omslaat eigenlijk op de aansporing van Jezus Christus. Dan maar helemaal. En Jezus zegt tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet alle. Wat staat hier nou in deze tekst? Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En Jezus haalt hier gewoon weer een praktisch voorbeeld aan. Iets wat gewoon gebruikelijk was in die tijd, dat als je naar een maaltijd ging, een maaltijd, zeker het Pesach, dat was een voorbereide maaltijd. Je schoof niet even aan tijdens je reis, maar je ging voorbereid naar die maaltijd toe. Dan was het gebruikelijk in de Joodse cultuur dat je jezelf reinigde, dat je jezelf waste. En dat was een heel breed begrip in de cultuur toen de tijd dat je vaak reiniging en wassing deed. Dat lezen we ook in het Oude Testament. Maar dat was toen de tijd gewoon gebruikelijk. Als je dan naar zo'n maaltijd ging, je werd helemaal gewassen. Dat deed je zelf thuis. En dan ging je naar zo'n maaltijd toe. En als je dan aankwam, dan was je over de stoffige wegen naar die maaltijd toe gereisd. En dan kwam je daar aan en dan waren alleen je voeten nog vies. De rest was al thuis gewassen. En dat beeld had Jezus hier aan. Wie gebaat heeft, dus wie eerder al gewassen heeft, heeft slechts nog nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. Diegene is thuis al helemaal gereinigd. En alleen de voeten moeten nog gewassen worden. Het laatste wat vervuild wordt. En zo ook een hele mooi symbool van ons geestelijk leven. Wij zijn gereinigd door Jezus Christus. Dat zijn wij. Allemaal. Als we geloven in hem, zijn genade hebben aanvaard. En onze zonde belijden, 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is er gebeurd. We zijn geheel gereinigd. En dan gebeurt het dat als wij misschien op weg gaan naar een maaltijd, dus onze gang over de wereld, dat onze voeten bevuild raken. Dat we door dingen om ons heen toch weer vies worden. En dan is daar weer de voetwassing.
de dienstbare houding van Jezus Christus die niet ophoudt, die bereid is om ook nadat wij helemaal gereinigd zijn, ons weer opnieuw te reinigen. Nou, zo zie je dat mooie symbool van de praktisch, toen de tijd, een maaltijd, en dan kom je aan, en dan nog alleen je voeten, en ook geestelijk voor ons. Wij zijn gereinigd door Jezus. En dat is genade. Dat is genade waar we deel aan hebben. Gereinigd worden. En dat wil dus ook de voetwassing zeggen tot ons. Als we dat praktiseren onderling, dan is dat dienstbaarheid naar elkaar toe. Maar het symbool, de geestelijke symbool, is het symbool wat Jezus heeft gedaan. Ons compleet gereinigd. En ook iedere dag, als we weer bij de maaltijd aankomen, bij Jezus, tijd met hem nemen en bij hem komen, dan wil hij onze voeten weer reinigen. Dat is genade. Vers 11. Er staat, in het laatste stukje van vers 10, er staat dus, maar niet alle. Judas had een bewuste keuze gemaakt in zijn hart om zich tegen Jezus te keren. Want in vers 11 staat dan, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, u bent niet allen rein. Dus terwijl Jezus zich zo nederig opstelde om in ieders voeten te wassen, dat hij niet Judas oversloeg, maar ook zijn voeten ging wassen. Vanaf Jezus' kant is het beschikbaar. Ook al weet hij dat Judas hem zou gaan verraden. Ook al wist Jezus, toen wij nog zondaars waren, hing hij voor ons aan het kruis. Dat is hetzelfde symbool als dat hij nu Judas' voeten gaat wassen in het symbool van reiniging. En terwijl hij weet dat Judas zijn hart nog tegen hem gekeerd is. Maar Jezus vanaf zijn kant is die dienstbaarheid is daar. Voor zelf zijn grootste verrader. Vanaf Jezus' kant is hij bereid om zich zo te vernederen voor jou. Maar het is de vraag, hoe reageer je erop? Het is de vraag of je die genade die daar wordt aangereikt, die nederigheid van Jezus, of je dat aanvaardt in je hart. En Judas nam het niet aan en hij verhardde zich daartegen. En dat is ook een waarschuwend voorbeeld voor ons. Dat hij zich verhardde. Maar vanaf Jezus' kant, zo mooi wat hier naar voren komt, dat vanaf Jezus' kant is het beschikbaar. Jezus is bereid. Jezus wil je reinigen. Zelfs zijn grootste verrader. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u gedaan heb? Jezus verwijt hier niet. Hij gaat niet zitten en zeggen van zo, nu hebben jullie het goed gezien hoe dit werkt. Was dit nou zo moeilijk om te doen onderling? Hij confronteert ze niet met hetgeen wat ze zelf zo al diep in hun hart ervaren. Hij wil ze niet confronteren en hij is dienstbaar naar hen. Hij zegt, ziet u in wat ik gedaan heb? Een vraag aan zijn discipelen, ziet u in wat ik u gedaan heb? Vernederd en dienstbaar. En begrijpen we wat Jezus voor ons gedaan heeft, ons schoongewassen, gereinigd en ons genadigd gegeven. En dat is ook voor ons, toen voor de discipelen, dat Jezus dienstbaar was en dat hij zich vernederde voor zijn broeders. Zo is het ook voor ons. Zien wij in wat Jezus ons gedaan heeft? Zien wij in dat Jezus ons gereinigd heeft? Dat hij ook dienstbaar is voor ons. En hij confronteert ons niet met hetgeen dat wij het niet doen. Hij zegt niet, was dit, waarom deden jullie het niet? Waarom deden jullie het niet? Waarom hebben jullie het niet gedaan? Was dit nu zo moeilijk om te doen? Maar hij is ook daarin dienstbaar. Dat hij zijn daad als een getuigenis aan hun hart wil geven. Dat ze van binnenuit gemotiveerd worden om dienstbaar te worden. En niet omdat Jezus zegt dat ze zo moeten doen als hem. En dat zien we straks ook verder in het volgende vers.
Maar voordat Jezus dan verder gaat om dit breder, eigenlijk voor hun ogen ook te vergeestelijken en als les mee te geven, neemt hij zijn gezagspositie in. En dat zien we in vers 13. U noemt mij heren, u noemt mij meester en heren, en u zegt het terecht, want ik ben het. Dus Jezus heeft zich zo eerst, te midden van zijn broeders vernederd, in hun ogen, zijn knieën, hun voeten gewassen. Maar Jezus geeft aan, ik heb wel een gezagspositie. Je zegt het terecht, ik ben inderdaad de heren, ik ben inderdaad jullie meester. Hij geeft heel duidelijk aan dat hij degene is die gediend moet worden. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Dus als Jezus dan de meerdere is en als meester hun voeten gewassen heeft en ook ons genadig is geweest om ons dienstbaar te reinigen, dan moeten wij zeker wij, die geen meester en heren zijn, Jezus was het, maar juist omdat Jezus het heeft gedaan, dan moeten wij zeker die dienstbare houding naar elkaar hebben. Jezus deed het al terwijl hij dus inderdaad die positie had. Jezus had die positie. Als er iemand niet de voet had hoeven wassen, dan was het Jezus wel. Maar hij nam die dienstbare houding aan. Averechts met ons eigen rechtvaardigheidsgevoel. Dus daarom moeten wij zeker elkaar dienen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Jezus bevestigt nogmaals dat ze zijn voorbeeld moeten volgen. Niet te doen wat hij deed, maar te doen zoals hij deed. Dienende nederigheid. Dus niet te doen wat hij deed. Dus het gaat niet op dat moment en precies zoals Jezus het deed. Maar het gaat zoals hij het deed. En dat wijst meer op de hartsgesteldheid. Die dienende houding naar elkaar. Zoals Jezus dat deed. Terwijl hij hoog verheven was, deed hij het toch. Dienende nederigheid. Voorwaar ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer. En een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Wij als mensen willen misschien niet graag dienen. We houden liever onze status hoog. En vreemd genoeg vinden we het ook niet comfortabel als wij gediend worden. Als iemand zo midden in de ruimte jouw schoenen uit gaat trekken en een bak erbij pakt en jouw voeten gaat wassen, dan voelen we ons misschien ook een beetje niet op ons gemak. En dat beide spreekt Jezus aan. Misschien denk je, nou, ik ben wel bereid om te dienen. Maar gediend laten worden, dat is ook iets belangrijks. En dat is juist de twee facetten die nodig zijn om een dienstbare gemeente te zijn. Dienen en laten dienen. Maar Jezus benadrukt het hier, dat degene die... dat een dienstknecht of een heer, dat daar geen verschil in zit. Ze zijn beide gelijk. Dus of je nou werknemer bent of directeur, je bent beide gelijk. Of je nu voorganger bent in een gemeente of je bent crashleider, je bent beide gelijk. Dat is wat Jezus hier aangeeft. Er is geen verschil bij hem. Bij de Heer is daar geen verschil. We zijn niet hoger dan elkaar. En mogen, of anders gezegd, we moeten elkaar met dezelfde inzet dienen. En niet een bepaalde gedachte van, nou ja, ik heb misschien wel meer recht om gediend te worden als de ander. We zijn gelijk voor de Heere. Als u deze dingen dan weet, zalig bent u als u ze doet. Als je deze onderwijzing van Jezus, als je die tot je neemt, als je dit aanhoort, om dienstbaar te zijn, om je te laten dienen. Dat is mooi, maar de moeilijkheid ligt hem juist in het toepassen. Het effectief doen. Het dienstbaar zijn. Jezelf vernederen.
En dat is moeilijk vanuit de optiek van de wereld, maar niet vanuit de optiek van Jezus. Jezus spoort ons daarom ook aan om het ook echt actief te doen. Zalig bent u als u ze doet. Zalig bent u. Gelukkig bent u als u ze doet. En het is mogelijk, want toen begrepen de discipelen het nog niet. Later zult u het begrijpen, zegt Jezus hier tegen Petrus. Maar wij weten dat Jezus verlangen, Jezus motivatie, dat Jezus in ons leeft. Zijn liefde, zijn dienstbaarheid is ons deel. Het is mogelijk, want zijn gezindheid leeft in ons. Dus gelukkig bent u als u ze doet. En wat is de les voor ons uit deze geschiedenis? Naar onze naasten en onze medebroeders en zusters. Dat we ze mogen dienen. En we zijn geen slaaf. We zijn geen underdog. Dat we ons vernederen en dat de ander daarop mag gaan staan. Maar we zijn dienstbaar. Dat is anders als een slaaf. We zijn dienstbaar naar elkaar. En we zijn bereidwillig om elkaar te helpen. En als je gediend wordt, dan mag je dat ook aanvaarden. Maar ook in die zin niet je voet opzetten, maar daar dankbaar voor zijn. En misschien, als je in je leven een leidinggevende rol hebt, zeker als mannen, als priesters in het gezin, zit hier ook zo'n mooi voorbeeld van Jezus, die het dienend leiderschap eigenlijk symboliseert. Dat hij wel degelijk de positie had, maar bereid was om zich zo zijn broeders te dienen. Dienend leiderschap. En ook ging Jezus in zijn rol als hoofd van eigenlijk de groep, als heer, als meester. Hij ging niet in discussie met Petrus om eens uitvoerig te betwisten hoe de zaken zaten. Maar Petrus die zag het als een vernedering, die houding van Jezus. Petrus zag het als een vernedering. Maar het is een nederige daad. En wij worden niet vernederd als we elkaars voeten wassen. Maar het is een nederige daad. We zijn dienstbaar. En dat is iets wat de wereld niet kan begrijpen. Of wat de wereld, en misschien wij ook lastig vinden om te begrijpen. Dat als wij iemands voeten wassen, dat je je dan vernedert. Dat je dan minder bent als de ander. Maar je bent dienstbaar. En dat is juist wat mogelijk is. Een klein stukje verder in Johannes 13, vers 34 en 35. Als het gaat over nederigheid en dienstbaarheid. Johannes 13, vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dus doordat wij elkaar lief hebben, doordat wij elkaar dienen, doordat wij dienstbaarheid hebben naar elkaar, bereidwillig zijn om elkaar te dienen, zullen anderen zien dat wij de discipelen van Jezus Christus zijn. En als wij deze identiteit van Christus in onze gemeente met elkaar hanteren, met elkaar toe aansporen, dan zal dat verschil met de wereld alleen maar groter worden. Want de wereld zal steeds meer uit elkaar gedreven worden. Steeds meer gepolariseerd. Steeds meer solistisch worden. Steeds meer op zichzelf. En voor hun eigen ego vechten. En dat maakt juist het verschil. Dat als Christus in ons leeft, dat we dienstbaar zijn. En bereid zijn om die ander te dienen. En dat contrast wordt steeds sterker. En daarom zal de wereld zien dat wij dan volgelingen van Jezus Christus zijn. En ik denk dat dat getuigenis in de toekomst een groot getuigenis met zich mee zal brengen. Daarom geloof ik ook dat deze les van dienstbaarheid onderling, maar ook aan degenen die buiten zijn, Jezus deed het ook voor Judas, dat we daartoe bereid zijn om dienstbaar te zijn en ons niet wijs te laten maken dat we ons dan vernederen, dat we de underdog zijn, maar dat we een dienstbare houding hebben. En ik las een stukje in een boekje wat Maartje me gaf. En dat wil ik even met jullie voorlezen. Dat sluit heel mooi aan op wat we nu gelezen hebben, gehoord hebben.
Onze heiland knielt neer en staart naar de donkere daden van ons leven. Maar in plaats dat hij zich vol afschuw afwendt, trekt hij vol liefde zijn handen naar ons uit en zegt: als jij dat wenst, kan ik je schoonmaken. En vanuit de schaal van zijn mededogen schept hij een handvol genade en wast onze zonde weg. Maar daar blijft het niet bij. Omdat hij in ons leeft, kunnen jij en ik hetzelfde doen. Omdat hij ons vergeving schenkt, kunnen wij andere vergeving schenken. Omdat hij een vergevend hart heeft, hebben wij een vergevend hart. Wij kunnen een hart hebben zoals het zijne. Johannes 13, vers 14. Als ik jullie Heer en jullie Meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Om twee redenen was Jezus onze voeten. De eerste is om ons genade te geven. De tweede is om ons een les te leren. En de les is eenvoudig deze. Jezus biedt ons genade aan zonder voorwaarden. Zo ook moeten wij genade aanbieden zonder voorbehoud. De genade van Christus was er voor wij in de fout gingen. En onze genade moet er ook al zijn voor de ander in de fout, voordat de ander in de fout gaan. Wie met Jezus omgaat, twijfelt niet aan zijn liefde. En voor wie met ons omgaat, moet ook onze liefde vanzelfsprekend zijn. Wat betekent het om zo'n hart te hebben? Het betekent dat we knielen, zoals Jezus. Dat we de vuile plekken aanraken van de mensen met wie we opgescheept zitten. En dat we met liefde hun liefdeloosheid wegwassen. Of zoals Paulus schreef: wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. Efeze 4, vers 32. Maar, zou je zeggen, ik heb niets fout gedaan. Ik pleegde geen bedrog. Ik loog niet. Ik ben hier niet de schuldige partij. Misschien ben je dat echt niet, maar dat was Jezus ook niet. Van al die mensen in het vertrek was er maar één die het waard was dat men hem de voeten zou wassen. En dat was de man die de voeten waste. Hij die het verdiende gediend te worden, werd de dienaar. Het unieke van Jezus' voorbeeld is dat de last van bruggen bouwen aan de sterke toekomt, niet aan de zwakkere partij. Hij die onschuldig is, is het die het initiatief neemt. En weet je wat er gebeurt? In de meeste gevallen, als hij die in zijn recht staat de voeten gaat wassen van de persoon die fout is, gaan beide partijen op de knieën. Denken we niet allemaal dat wij het gelijk aan onze kant hebben? Daarom wassen wij elkaars voeten. Hou alsjeblieft vast. Relaties gedijen niet omdat de schuldige gestraft wordt, maar omdat de onschuldigen vergevingsgezind zijn. Als het stukje het aanspreekt, moet je maar laten weten. Dan kan ik hem wel op een app zetten of zo. Maar het gaat in tegen onze eigen rechtvaardigheidsgevoel. Dat is wat we ook hier lezen. En dat leert Jezus hier ook door die daad van voetwassing. Hij, degene die het verdiende om de voeten gewassen te worden, hij ging de voeten wassen. En zo ook mogen wij met elkaar omgaan. Doordat wij relaties gedijen het beste, niet omdat de schuldigen gestraft worden, maar omdat degenen die onschuldig zijn, vergevingsgezind zijn. En zo zie je precies de identiteit van Christus naar voren komen. En zo zie je de kracht van de gemeente van Jezus Christus. En ook het verschil wat we kunnen maken in deze wereld en in de toekomst. En ook in de mensen om ons heen. Naar je collega's die jou misschien onrechtvaardig behandelen. En Jezus die deed dat ook naar Judas toe. Jezus die wist heel goed wat Judas daar deed. Hij had de mogelijkheid om deze voetwassing plaats te laten vinden nadat Judas al vertrokken was. Want dat gebeurt kort hierna. Maar hij laat het gebeuren. En juist dat is ook zo'n mooi voorbeeld voor ons.
Dus Jezus heeft ons gereinigd en genade gegeven. En hij wil ons elke dag weer opnieuw reinigen. Als onze voeten vies zijn geworden door de wandel op deze aarde, hij is bereid om ons te reinigen. En de vraag is, ga jij naar hem toe? Matteüs 5, vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En Jezus was een voorbeeld. Dienstbaar en liefdevol. Laten wij elkaar dienen en liefhebben zoals Jezus dat deed. Zodat alle inzien dat wij zijn discipelen zijn. Amen.